een andere video dan normaal. Ja, eigenlijk hetzelfde. Maar ik film deze week op mijn mobiel in plaats van mijn camera. Want ik moet nog steeds editen. En ik heb het hartstikke druk. En mijn camera begint steeds meer rare dingen te doen. Dus vandaar dat ik deze week gewoon lekker op mijn mobiel pak. Het is voor mij... Sorry, ik heb een beetje de hik. Het is voor mij vandaag zondag. En ik moet wel even op het licht letten. Want mijn mobiel die reageert er niet op als ik in het donker sta. Het is dus voor mij, wat ik net al zei, zondag. Ik ben vanmorgen eventjes een halve ochtend gaan werken. Omdat ze personeel tekort hadden, dacht ik. Joh, weet je, ik vind het daar gewoon leuk. En waarom zou ik geen goede moed tonen? Dus ik ben lekker, ik ben lekker gaan werken vanmorgen. Het is nu 12:02. Dus het is nog best wel vroeg. Ik was 11:00 klaar. Ik heb net even middag gegeten. En ik ga nu buiten het konijnenhok doen. Die ga ik helemaal schoonmaken en opruimen. Want mijn vader is aan de voorkant bezig. Mijn moeder is met het hok aan de achterkant bezig. En ik ga dat doen. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Let's go. Gedaan. Ik zet jullie even hier. Als jullie willen blijven staan, want ik heb een heel glad hoesje. Het hok is gedaan. Ik doe me even een slokje drinken. En dan ga ik alle papegaaien spullen afwassen. Mijn mobiel loopt af zo vast. Ik wil gaan filmen. Het is heel apart, maar oké. Okay. Ik wil jullie nog even gaan een paar dingen laten zien. Ik heb gisteren een nieuwe rugtas gekocht. Deze. Van de New Yorker. Super gaaf. Het is gewoon zwart. Het is mega groot. En op de banden staat Unlimited. En het leuke is, de legging daarvan heb ik ook. Die heb ik gisteren gekocht. Ook. Die ligt hier. Hier staat ook Unlimited op. Super leuk. Ik leg gelijk even mijn broek klaar voor morgen. Deze? Nee, niet deze. Even kijken hoor wat ik morgen dan weer aan doe. Ik moet morgen ook 4 uurtjes werken. En dan moet ik woensdagavond zo. Ik heb gisteren trouwens ook een gele kledingkast aangeschaft. En zo misschien denk ik een gele kledingkast. Niet letterlijk. Maar ik heb alleen mijn gele outfits. Ik had dus een zwarte legging. Ik heb dit shirtje. Gewoon een even geel t-shirtje. Dan heb ik dit even zwarte shirtje. Dan heb ik deze. Die heeft streepjes. Ook met lange mouw. En dan heb ik deze hoodie. Felgeel. En dit is dus super leuk bij die legging. Dit bij die legging staat echt heel leuk. Dus dat heb ik gisteren gehaald. Even goed terug doen. En zo. Maar ik wil dus eigenlijk deze week ook even mijn kledingkast op kleur gaan hangen. Dus rood bij rood, zwart bij zwart. Ik denk dat dat leuker is. Maar dat komt nog wel. Ik ga even douchen. En daarna denk ik heel even liggen. Zal ik het doen? Ja, ik ga daarna gewoon heel even uurtje liggen. Ik ben best moe. En morgen moet ik weer vroeg op. Dus het mag wel eventjes. Het is zondag. Dit ziet er vast hartstikke leuk uit. Ik ben klaar met douchen. En ik heb net eventjes alles goed en goed doorgekeken. Want ik was helemaal in de war met mijn stage rooster. De dingen die ik op had geschreven, daar werkte ze in één keer niet op. Toen ik op het rooster keek, ik denk, oh nee, ik denk, nee, maar het scheen dus een aantal dingen veranderd te zijn die ik niet wist. En daardoor was ik een beetje in de war. Dus ik wist nog niet of ik morgen wel of niet ging. Want ik snapte het helemaal niet. Ik had doorgegeven dat ik ging. Maar ik zag in één keer dat ze niet werkte morgen. Ik denk, maar ze heeft schijnbaar met iemand gereld. Dus ze werkt wel morgen. Mijn werkbegeleider, dus dat is fijn. Dus ik ga morgen wel 4 uurtjes. Ik was even... Ik
Ik was echt even helemaal in de war. Maar goed, dat is in ieder geval gepland. Ik heb tot en met april heb ik ingepland welke dagen ik ga, wanneer ik wil, 's avonds of overdag. En ja, ben ik best wel blij mee eigenlijk. Dus ik moet nu komende maandag 4 uurtjes. En dan moet ik woensdag van 3 tot 11 's avonds. En dan heb ik de rest van de week gewoon vrij en vakantie. De week erop gaan we natuurlijk wel gewoon weer lekker knallen met 4 dagen in de week. Wat ik eigenlijk altijd deed. Maar goed, ik ga nu even editen. Tenminste, ik ga de videobeelden van mijn camera afhalen. Eerder dat dat gebeurt, zijn we al een uurtje verder. En in dat uurtje ga ik even mijn bed opzoeken. En ga ik even lekker even liggen. En even lekker bijkomen en rusten. Want ik ben kapot. Ik ben echt kapot. En sorry, maar mijn make-up dat zit hier. Excuse me. Goed. Ook dit kan er gebeuren. Je zal misschien vast denken, wat is er aan de hand? Ik stapte net heel vrolijk van mijn bed af. En ik bleef hangen op dit harde deel. En er schoot gelijk een hele harde pijn in mijn tenen. En nu is mijn hele teen blauw. Tenen blauw. Ik kan er niet op staan. En het doet heel veel zeer. En dat is de reden waarom ik nu huil. Het doet echt heel veel zeer. En ook gewoon precies weer een stageperiode. Ik heb net een kwartiertje gekoeld. Het helpt niet. Het pijn wordt alleen maar erger. Het is waarschijnlijk gekneusd of gebroken. Maar het heeft toch geen zin om langs de huisartsenpost te gaan. Want ze doen er toch niks aan. Het wordt ingetaped en het zit. Maar dat zoiets gewoon gebeurt precies op een stageperiode. Straks verkloot ik gewoon weer mijn hele stage. Zo naar. Ik heb het zo naar mijn zin. Het gaat zo goed. Dan is het dit. Verdomme. Ik ben er zo van. Het doet zoveel zeer. Ik moet morgenochtend een ochtendienst draaien van 7 tot 3. Of van 7 tot 11. Maar ik weet niet eens hoe ik heen ga. Zoveel zeer. De fiets gaat niet. Lopen naar de metro gaat niet. Zoveel zeer. Echt heel veel pijn. Goed, we zitten in het ziekenhuis. Bij de huisartsenpost geweest. Omdat het zoveel pijn doet, vertrouwen ze het niet. Dus ik moet foto's laten maken. Dat gaan we zo doen. En dan kijken hoe het afloopt. Maar hoe dan ook sta ik morgen gewoon op mijn stage. Dan moet ik op mijn handen. Maar we gaan gewoon. Goed, ik ben thuis. En ik ga even mijn deur dicht doen. Ik ben thuis. Ik heb het niet gebroken, gelukkig. Wel is het zwaar opgerekt en gewoon echt. Het heeft een hele harde klap gehad. Maar hier bleef ik dus aan haken. Maar goed, er is gelukkig niks gebroken. Wel is het zwaar gekneusd. Ik heb nu een kous aan. Maar goed, ik hoop dat ik de nacht een beetje doorkom. Ik ga slapen. Ik moet mijn been iets hoger leggen. Dus ik ga vannacht op een kussen slapen. Ik heb alles klaargelegd. Want ik ga morgen wel gewoon 4 uurtjes naar stage. Dus ja, ik zie jullie morgen. Goed, daar sta ik dan. Ik heb een ochtendje gewerkt. Ik moet wel zeggen met heel veel pijn. Het is enigszins oké gegaan. Maar ik heb heel veel last. Het is
rustig aangegaan. Ik heb mijn schoenen op mijn werk uitgedaan. Ik heb met heel veel moeite aangekregen vanmorgen. Maar het deed zoveel zeer dat ik hem eigenlijk gewoon zo snel mogelijk weer uit wilde doen. Dat heb ik gedaan op mijn werk. Ik heb op mijn sokken gelopen. Alleen kreeg ik mijn schoen dus nu niet meer aan. Wat dus een probleem is. Want ja, nu heb ik dus geen schoen aan. Dus ik loop nu met een sokje. Zo'n zwemsokje. Want ja, ik moet toch wat. En ik wacht op mijn opa en oma. Die komen me halen. Ik moet even wat halen in het centrum. En dan gaan we door naar huis. En dan ga ik mijn gemak houden en rust houden. Want ik heb heel veel pijn. En dan moet ik het weekend in plaats van woensdag twee dagdiensten draaien. Zodat ik even de komende tijd mijn gemak kan houden. Maar dat betekent wel dat ik iets op tijd naar bed moet. Want Wie is de Mol finale komt natuurlijk komende zaterdag. Maar die ga ik natuurlijk gewoon kijken. Die gaan we niet missen. Goed, ik ben thuis. Ik ga dit even dicht doen. Want ik heb getwijfeld, maar ik wil toch even gaan liggen. Ik ben heel erg moe. Ik heb heel veel pijn. Dus ik wil eventjes even een beetje bijtukken. Ik laat het raam wel open, die staat lekker open. Het is hier echt een rotzooi. De spullen van het EBO-kitje die ik een paar gisteren gepakt heb, die liggen er nog. Al mijn kussens liggen hier nog. Het is echt een mega rommel, maar ik kan niet anders. Ik ben wel heel moe. Het is echt heel erg. Maar ja, in ieder geval even een tukkie doen. Dat ik in ieder geval vanavond iets langer op kan blijven. Ik ben doodmoe, echt vreselijk. Dit moet allemaal even weg. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Ik ben echt kapot. Ik heb trouwens mijn boekhoesje op mijn mobiel gedaan. Ik heb dit donkergrijze hoesje. En die is eigenlijk gewoon best heel erg chill. Ja, het werkt gewoon heel erg goed. En hij is gewoon lekker smal. Dus dat is wel fijn. Maar ik strompel even naar mijn bed toe. En ik ga eventjes snel. Snel? Nou ja, ik weet niet hoe snel het gaat. Maar ik ga even een tikje doen. Even liggen. Is wel even nodig. Het mag ook wel, denk ik, toch? Zeker na gisteravond en vannacht. Want ik heb geen oog dicht gedaan. Goed, Cody is een goed. Cody! Hallo, kom eens hier. Goed, ik heb nu eens geslapen. Ik ben nog steeds wel moe, maar ik heb even geslapen. Ik lig nu weer op de bank met Rio. Die is er ook. Ja, je bent er ook. Oh, sorry, was je oog. Ja, maar hallo. Een tweede keer. Maar goed, ik lig op de bank. Ik heb net even meteen bekeken. Hij is heel erg blauw. Ik ga hem jullie even laten zien hoe hij er nu uitziet. Dit is de teen hoe hij er nu uitziet. En ik moet zeggen, hij is best wel blauw. Het valt allemaal wel een klein beetje mee. Maar hoe ik de foto net maakte, was die wel heel erg blauw. Maar ja, het gaat allemaal wel gewoon door. Tenminste, het moet allemaal wel doorgaan. Even mijn sok aan doen zonder mezelf heel veel pijn te doen. Oké, sokje is weer aan. Het doet wel allemaal echt ongelooflijk veel pijn. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn, om het zo te zeggen. Het doet echt ontzettend veel zeer. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Oh. Serieus, Rio? Oh, gaat er nog een op kakken. Rio, ik ga echt geen doekje halen hoor. Ik ben al een half uur nog niet. Maar in ieder geval, sokje is er aan. Ik ga even mijn gemak houden. Ik op zich nog geen honger in de avond eten of zo. Ik heb best laat middag gegeten. Dus daar wacht ik even mee.
Ik ga wel even wakker worden met wat YouTube video's op mijn telefoon. Ik ben wel blij dat ik mijn klaphoesje weer om heb, want dan kan ik hem gewoon zo neerzetten hoe ik net ook deed. Dat is wel gewoon heel erg chill. Maar ja, YouTube kijken. Ja, en nu komt het. Ik moet natuurlijk wel gewoon douchen, maar ik kan niet te lang blijven staan, dus het moet zo. Nou, daar gaan we. Goed, het is een beetje donker. Ik doe deze aan, ik denk dat het heel veel verschil maakt. Het is best donker. Het is best wel laat. Het is 9:30. Het valt nog mee. Ik ben mijn sok aan het uitdoen. In de hoop dat dit gaat met enig klein beetje pijn. Dat is hier. Even. Ik ga zo slapen. Maar ik moet natuurlijk mijn voet op een kussen leggen. En niet onder de deken. Dus dat wordt nog een uitdaging. Ik heb wel een kussentje neergelegd waar ik mijn voet op leg. En mijn deken ligt ernaast. Ik ga zo lekker slapen. We zijn even lekker aan het planten geweest. En ik ben nu bezig met mijn lunch. Ik heb wat pasta met spinazie. Wat kruidenboter gesmolten. Pijnboompitjes. Boontjes. Uitjes. Van alles. Gewoon echt een lekker maaltijdje. Ik ga heel even zitten. Ik heb best wel lopen kutten aan de voorkant. Maar het is wel gelukt. Ik ben trouwens tegenwoordig met mijn neefje. Die heeft Hangout. En dat is zo oud. Maar ik wist niet eens dat hij dat had. Want hij heeft wel een mailadres. Alleen geen, geen telefoonnummer. Dus hij kan niet WhatsAppen en dat soort dingen. Maar hij kan wel via Hangout kletsen. Dus dat hebben we nu gedaan. Hij heeft Hangout. En ik heb met hem zitten bellen. En dat is superleuk. Alleen ik ben wel bang dat ik nu niet van hem af ga komen. Want hij is nu de hond uitlaten. En ik weet bijna zeker dat hij strakjes... Ja, dat hij straks wel weer gaat bellen om te kletsen. Hij is gewoon super leuk, weet je. Het is super leuk om elkaar nu gewoon even één op één te spreken. Dan hoef ik het niet altijd te moeten vragen aan mijn tante of mijn oom. En dan kan ik het gewoon rechtstreeks aan Kevin zelf vragen. Dat is super leuk. Dus ja, ik zit even aan een sapje. Wacht tot mijn eten klaar is. En dan hou ik mijn gemakje. Ik lig hier lekker mijn blauwe kous. Die ik gisteren natuurlijk ook wel aan had op Sasha. Laat trouwens even in de reacties achter wat jullie vinden van het mobiel vloggen. Voor mij is het een stuk makkelijker. En aangezien mijn camera gewoon heel raar doet de laatste tijd. Is het gewoon heel erg vervelend. Dus ik wil wel eventjes weten wat jullie ervan vinden. Ik eindig de vlog waarschijnlijk ook gewoon vanmiddag. Omdat ik de rest van de week eigenlijk gewoon helemaal niks ga doen. Dan alleen maar rusten en hopen dat mijn voet snel beter is. Ja. Dat is eigenlijk alles wat ik heel even te melden had. We zijn nu klaar met planten. Ik zit te wachten op mijn pakketje die binnenkomt vandaag. Van Smart van Hoesjes. Mijn klasgenootje heeft een behoorlijke bestelling daar gedaan. En ze heeft hem bij mij laten bezorgen. Omdat ze het bij haar niet kon laten bezorgen. Omdat ze moest werken. Dus die komt vandaag hierheen. Dus daar ben ik ook wel blij om. En ja. Wat ik trouwens ook wilde melden, ik weet niet of ik dat al verteld heb, maar ik ga met klasgenootje die dus die bestelling heeft gedaan, Chantal. Daarmee ga ik dus naar Nielson in november. Nielson komt in de Maasilo. Er zijn nog kaarten, dus wil je naar Nielson in Rotterdam, check zeker even de link in de beschrijving. Ik zal hem erin zetten.
Maar ja, ik ga dus met haar samen naar Niels, 15 november. En natuurlijk aankomende zaterdag is de finale van Wie is de Mol. Dus dat is ook wel heel spannend. Ik hoop zo dat Niels het niet is. Want dan verlies ik 5 euro. Ik heb namelijk met mijn vader gewed dat als Niels de Mol is, dan krijgt hij 5 euro. Want ik weet zeker dat hij het niet is. En als Niels wel de Mol of niet de Mol is, wat betekent dat ik dus eigenlijk een grotere kans heb. Want het kunnen dus ook Merel of Sarah zijn. Als een van hun twee dus is en niet Niels, dan krijg ik 5 euro. Dus dat is lekker. Dus ik hoop nog steeds dat of Sarah of Merel het is en niet Niels. En anders heeft Niels ook super goed gespeeld. Ik ken Niels al een tijdje en ja, ik weet niet. Ik vind Niels niet anders dan anders doen. Ik ken Niels heel goed. Dus daarom is het eigenlijk wel, ja, ik weet niet. Niels zit er gewoon echt goed in. Niels brengt veel geld in de pot. Dus daarom zou ik het best raar vinden als Niels, als Niels de Mol is. Maar ja, je weet niet wat de laatste aflevering gaat gebeuren. Misschien komen er in één keer opdrachten waar hele hoge geldbedragen uit de pot kunnen verdwijnen. Ja, daar gaat de mol dan natuurlijk voor. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel benieuwd. We gaan het allemaal meemaken. Spannend. Ik trek even naar de vuilniscontainer. Dan zat bij. En ik loop natuurlijk niet zo heel erg snel, dus vandaar. Dus ik loop even op mijn gemak. Of ja, ik hinkel meer op mijn gemak. Een stukje naar de vuilniscontainer. Kijk, wat is die auto shiny, jongens. I love it. Goed. Het is nu voor mij avond. Ik ben klaar met avondeten en het is tijd. Een USB-stick in mijn laptop wil. Juist. Het is nu tijd voor mij om eventjes te gaan plannen en uitwerken hoe ik nu mijn stageopdracht wil doen. Want ik moet zeggen dat ik toch wel heel erg raar bezig ben. Omdat ik gewoon totaal niet weet wanneer ik wat wil doen. En ik heb wel een planning gemaakt, maar ik weet nog steeds niet hoe ik moet beginnen. Dus dat ga ik nu even doen. Goed, lieve mensen. Ik ben inmiddels omgekleed en het is tijd om te gaan slapen. Ik ben best wel moe. Ik heb een lange en vervelende zware dag achter de rug. Maar goed, we gaan lekker slapen. Ik ben omgekleed. Ik heb gewoon heel simpel een topje aan en dit korte broekje met sterretjes. Ik duik lekker mijn bed in en ik ga lekker slapen. Bedankt jullie voor het kijken naar deze vlog. Het was wat anders dan normaal. Het is allemaal niet helemaal lekker gelopen. Maar hopelijk loopt het gewoon wel allemaal goed af. Hey, ik mis een foto. Er is er een foto afgevallen. Oh nee, daar kan ik hem natuurlijk weer niet vinden. Welke is er gevallen dan? Oh nee, toch. Ik hoop niet dat hij erachter is gevallen. Dank u wel. Nou, dan komt morgen wel. Oh, heb ik weer. Kan ik er eentje switchen? Misschien dat ik deze van Brooke kan switchen. Toppie. Die plak ik nu hier. Ik vind die andere wel. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg!